korter op. We zijn hier even in een heel bijzonder moment bij elkaar. Zoals jullie weten hebben wij gisteren, eergisteren al, van de minister-president het predicaat Excellente School gekregen voor onze Technomavo. Jullie zitten in de Technomavo. En we hebben gedacht van ja, we kunnen er wel een feestje van maken voor de collega's, voor het personeel. Maar juist hoort dat natuurlijk ook met jullie gevierd te worden. Dat jullie zitten in de Technomavo. Jullie hebben ervoor gekozen. En we zijn heel blij en trots dat we dat predicaat hebben gekregen. Jullie hebben de vlag waarschijnlijk al zien hangen buiten. Met Excellente School. Hij roeit precies de goede kant op. Je kon het zo lezen als je aankwam fietsen. En we gaan vandaag jullie een tractatie geven. We hebben ook de wethouder in ons midden, Kees Bergman. En die wil heel graag wat ook tot jullie zeggen, voordat we jullie gaan tracteren. Ja, dat doe ik heel graag, want feestjes vieren is altijd leuk, noem maar uit. Goedemorgen, mijn naam is Kees Dijkman, ik ben wethouder onderwijs in deze gemeente. En ik kreeg maandag van de directeur, meneer Oortwijn, een sms'je van nou, we hebben een predicaat. En daar zijn wij eigenlijk ongelooflijk trots op als collega van burgemeester en wethouders. Wat we eerlijk zijn, spijtenissen komt regelmatig slecht in het nieuws en daar balen we altijd van. Maar ja, met de hele vreemde dingen die wel eens gebeuren in de gemeente is het juist extra belangrijk om stil te staan bij feestjes zoals dit. En het feit dat jullie een van de 76 scholen zijn met het predicaat Excellente School. Ja, daar zijn wij echt ongelooflijk trots op. Dus toen ik hoorde dat er een feestje werd gevierd vandaag, dat jullie allemaal iets van de school zouden krijgen, hadden wij zoiets van nou, daar kom ik graag bij helpen. En ja, jullie eigenlijk allemaal een felicitatie overbrengen voor de docenten, voor de directie, maar ook vooral voor jullie als leerlingen. Want ja, later als je van deze school af bent en je werkt, dan kijk je misschien met heel veel plezier op terug. En je hebt toch op een excellente school gezeten. En dat heb ik niet. Jij ook niet. Deze is in eerste geval vanuit leerling van mij. En ik ben zelf geen leraar geweest vroeger. Dus ik vind het heel erg leuk ook om te zien dat het cirkeltje rond is. Dat ik bij jou langs mag komen op een excellente school. En ik wil je eigenlijk heel veel succes toewensen de komende tijd met je opleiding. En vooral ook wat je daarna gaat doen. En ik zou zeggen, als je nou de techniek in gaat, blijf vooral in Spijkenisse wonen. Want die mensen hebben heel hard nodig hier. En jullie weten wellicht, misschien gelijk even een schriftvraagje. Spijkenisse, wat wordt dat vanaf 1 januari 2015? Kijk, gelukkig, ik ben blij dat er in ieder geval één is. Want wat gaat er gebeuren? Weet je dat ook? De naam komt. Die komt omdat? Dat weet je niet. We gaan per 1 januari 2015 veranderen van naam. We gaan de gemeente Nissewaard heten. En dat komt omdat we gaan fuseren met de gemeente Bernissen. Dus wij blijven wel Spijkenisse heten, dit deel. En de andere delen blijven Geervliet, Heenvliet, Simonshaven, etc. heten. Maar we worden een nieuwe gemeente Nissewaard. Dus uiteindelijk staat deze school in Spijkenisse, maar wel in de gemeente Nissewaard. Hey, ik ga zo meteen helpen om jullie een kleine tractatie van de school over te brengen. Ik zou zeggen, kijk uit met je toetsenbord, anders krijg je ruzie met je docent. Ja, dat is ook, ja. Heb ik de rest. We gaan het ook handig hebben. Ja. Oh, gaan we zoeken, vrouw staat nog niet. Ja. 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 Als je even aan de onderkant zit. Ja, dus